Hi, Roland is enthousiast, want ik wil Mario opnemen, maar hij gaat nog een Sonic opnemen. Ik weet niet waar ik naartoe moet, man. Waar moet ik heen? Naar Tails. Waar is die motherfucker? In zijn huis. Is het een zij of een hij? Ik weet het eigenlijk niet. Soms heeft hij een meidenstem, soms een... Volgens mij is het gewoon een jongetje. Nee, voor zijn huis. Oké, voor zijn huis. Zeker in het badje. Nee, voor zijn huis. Ik ben toch voor zijn huis? Nee, kijk, zie niet die... Dat, ja, daarheen. Daarheen. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Dat is niet voor zijn huis. Jawel, vind ik wel. Oké, als hij hier niet is... Hij is hier niet. Hij moet hier zijn. Zie je niet die spleet in de grond? Dat ja, betekent hoe dat switch je dat beeld? Schouderknoppen. Oh ja, ik zie het. Maar misschien bij die deur moet je zijn, dat hij dan naar buiten rijdt of zo. Of niet, je loopt er gewoon langs. Welke deur? Deze, dat is een deur voor zo'n vliegtuig. Nee? Oké, ga maar naar Navi. Waar... Oh, die is beneden, toch? Ja, bij de treinstation vlakbij. Maar je moet in ieder geval naar Tails. Of spring naar de grond in. Oh. Dat kan ook. Ik vind Sonic leuk. Alleen Sonic 06 weer niet. Nee, Sonic 06 is wel leuk. Maar... Nee. Ga dan naar de fucking trein. Ik weet niet waar die is! Daar! Daar! Ja. Waar? Kijk, oh, daar. Go to Station Square. Oh, Station Square, go. Let's waar moet ik dan heen? Hierboven. Ja, dan ga je met de trein. Dan praten we wel weer met Navi. Kijk, waar we ik dacht dat we moesten vliegen, maar dat is mijn mistake. Nou, dan gaan we weer, jongens. Doei, jeppetee. Ronald houdt van treinreizen, jongens. Dat is mijn leven. Dat is inderdaad jouw leven. Wat de fuck staat daar voor code op je scherm? Niet zeggen. Nee, ik zeg hem ook niet, maar wat is het? Dat is mijn wachtwoord. Oh my god, ik denk niet dat iemand dat er ooit raadt. Oh, die fucking... En die ken je uit je hoofd. Ja. De hel. Ga niet kijken naar het... Jij bent je die... blijft er ook nog naar kijken. Ja, nou, okay, daar snap je weer. Kijk wat ze nu zegt. Ja, oké. Okay. Thanks. Oké, okay, duidelijk. Sewer. Ja, ik weet die wat het is. Namelijk hier. Hoe weet je dat? Die naam ik ergens. Hoe weet je dat? Heb je Game Grumps gekeken? Oh. Ja, ze stoppen gewoon voor je. Thanks. Hier. Heb je Game Grumps gekeken? Nee. Ik heb het spel ook gespeeld. Ik geloof niet dat je het zoveel hebt gespeeld. Jawel. Hier kan je niet heen. Of wel? Yeah, nu krijgen we nieuwe schoenen, yo. Ik zie je. Yes. Nu krijgen we namelijk nog zo'n special. De Lightspeed Shoes. Dan gaat hij van... Ready! Go! Dat is grappig. Ja. Dat doe ik ook altijd. Als okay, ik net nieuwe ik schoenen weet wel waar het over gaat. Als ik net nieuwe schoenen heb, dan draait het scherm ook zo om me heen. Oké. Charge. Dude, luister naar me. Wat? Ga op die knop staan. Ja? Gewoon erop staan. Ja? Hou de knop in waarmee je gaat rollen. Ingedrukt houden. Ja, maar dat... Welk deel van het ingedrukt houden snap ik? Ik heb dat nooit gedaan. Ja. En als hij zegt ready. Nu. Ja. Oké, ja, wist ik niet dat jij het spel zoveel hebt gespeeld. Oh man, dit spel is mijn leven. Oké, hallo meneer. Kan ik met u praten? Nee. Ja, dat komt wel. Wij moeten toch de sewer in hier? Ja, nee, daar kom je net uit. Of moeten we wel naar dat mannetje toe? Nee. Waar dan? We gaan weer naar Navi toe. We gaan gewoon weer naar Navi toe. Waar is Navi? Voor het... Treinstation. Voor het treinstation. Waar is het fucking treinstation? Je weet wel waar het sewer is en je weet niet... Nee! Terug! Oh. Man, je hebt echt een korte termijn geheugen. Trouwens, je dan vertelt ze over je verslaving. Welke verslaving? Je verslaving van... statistieken. Ben ik niet verslaafd aan? Jawel. Ronald moet echt overal en altijd kijken naar statistieken van wat voor YouTube kanaal dan ook. Goku Casino Area. Oh, nee. Oh, ga eens. We moeten naar het casino. Ja. Dus dan die is daar namelijk. Ja, je moet daarin, ja. Hier? In die deur, in dat hotel, zeg maar. En dan via een andere deur naar buiten. Dus als het goed is, kan je... Gaat die deur niet open voor je? Dit is geen deur. Oh. Dude. Het is de enige ding dat lichter is. Oké. En recht doorlopen. Als het goed is. Die. Ik raak zo zenuwachtig van je, man. Ja, want ik weet waar je heen moet. Zie je, casino. Cool. Ja. Yay. Nee, dit de deur? Ja. Oh, volgens mij heb je nu dus die light shoes nodig of zo.
We zullen het zien. Nee, dus er moet dan ergens een knop zijn voor ringen, je dinget. Ja, misschien kun je dat ding gebruiken. Nee. Oh ja, zie? Ik wist het wel. Kan je het? Zit in je? Moet je eerst kijken waar die ringen zijn. Lijkt me. Dat ben ik ook. Daar dus. Okay, het is zo die kaart. Je hoeft niet op het knopje te staan om te charge. Nee? Hè? Je kan gewoon voor die ringen nu. Yay, nu is de deur open. Oh, seems legit. Natuurlijk, bro. Yes! Iedere hoog beveiligd iets heeft natuurlijk fucking knopje bovenop om de deur open te doen. Ik ben even aan het kijken waar ik naartoe moet, hè? Hey! Nou, daar snap je. Dat zei zich wat je moet doen. Oh, je moet minigames doen. Oh, god. Dan pas kan je verder. Je moet het geld, zoveel geld verdienen dat je... Nee. Oh. Ik maak zelf een fout, ja. No, je moet minigames doen. Je kan hier nog niks. Dat is het einde. Maar daar kan je nog niet heen. Kan je nog niet heen, man. Kijk, je moet hier gewoon verschillende deuren in voor minigames. Zoals die bijvoorbeeld. Oh, pinball. Nou, je gaat pinballen. We gaan pinballen. Hier is dus het idee van Sonic Pinball. Uit ons... Nee, grapje, dat bestond er nog. Hey, ik ben goed in pinballen. Oké. Okay. Laten we kijken hoe goed je bent. Daar hoor ik ergens af te gaan trouwens. Zie? Ik was trouwens laatst naar het pannenkoekenhuis. Seems legit dit, maar thanks. In Fledder. Ja? Naar het pannenkoekenhuis. Ik vind pannenkoeken gewoon geen avondeten. Als ik ergens een hekel aan heb, is het pannenkoeken. Ik vind het zo stom. Ik bedoel, als ik een avondeten denk, denk ik echt aan, weet je wel, aan bijvoorbeeld... Patat. Ja, ook. Waarom is dat dan wel avondeten? Nou kijk, bij avondeten denk ik bijvoorbeeld aan aardappelen, boontjes en vlees. Zeg maar zo'n idee, weet je wel, gewoon verschillende dingetjes en dan kun je dan eten. Maar een pannenkoek is gewoon alleen een lap met, nou wat is het, melk en ei en that's it. Ik weet niet wat ik aan het doen ben nou. Dat is fucking een pannenkoek, dat is gewoon zo'n lapje niks. En dan zit je bomvol en dan na 20 minuten of na een uur of zo, dan... Dan is het alweer weg. Ik weet niet wat ik heb gedaan trouwens. Je hebt dat ding dichtgemaakt volgens mij. Of nee, nu heb je tijd. Je hebt één bal. Oh, nu moet ik daar weer in. Ik denk dat je naar het ziekenhuis moet. Ja, je moet daar in binnen zoveel seconden. Oh god. Maar je was goed in pinballen, dus maak me geen zorgen erom. Laat mij gewoon even pinballen. Met ballen. Okay. Met 69 ringen. Tuurlijk, laat mijn controle van 75 euro maar vallen. Moet je ook nog 75 euro erbij zetten? Het is geen duur grappie. Het is wel een duur grappie. Zie je niet dat ik het probeer? Nee, ik zie dat je het probeert. Zie dat je je best doet. Kom op, nog 20 seconden, man. Oh, mijn bal is verdwenen. Maar serieus, nou, een meeting. Zie. In Velland. Ja, maar ik snap dat niet, wat de bedoeling is. Ik ook niet. Ik snap er ook niks van. Ben je nog bezig? Ja. Yeah. Wil je ook wat eten hebben? Nee, ik ga straks naar huis, naar leesopnames. Ik heb... Hoezo? Nou. Ik ga vanavond nog weg. Ga je nog weg? Ja. Vriendin? Nee, jammer genoeg. Op het stapel zuurkool voor jou achterhouden, denk ik? Nee, dat hoeft niet. Ik maak straks wel wat anders. Oké. Handje. Ik ga hem aflaten, maar ik heb genoeg gespeeld dit. Nee, gas, maak dat. Wat moet je doen dan? Zoveel mogelijk pinbal ringen verzamelen. Ik heb 100 ringen! Ja, nu. Nu. We noemen deze aflevering Pinballen met Ronald. Ik ben af. Oh. Ik ruik... Gadverdamme, vies geurt die hoor. Nou, je hebt... dat is een special guest, mijn moeder. Maar dat pimp je er wel uit, toch? Nee. God, je moet ringen hebben. Je moet je focussen. Oh, weet je wat? Fuck you. Ik heb fucking 100 ringen hiermee. Nou, thanks. Hier. Weet je hoeveel je moet? Nee, hoeveel moet ik er? 1 miljoen. Goed verhaal. Nee, je moet het niet van thuis hebben. Echt niet? Jawel. Werf of niet? Nou, ga maar weer naar die kamer toe en deposit je ring. Die kamer is... Ik blame je dat je hem niet kan vinden. Ik heb ook geen idee. Is...
Deze kant op. Dat, ja, deze kant op. Ja, daar. Nou, deposit. Hoe doe je dat? Op die knop staan. Kijk, en die pakt hier en die gaat hier. What the fuck is dit? Zie? Kijk dan niet. Dat is niet zo. Wat een verrassing. Het zijn er 180, want dat konden we net niet zien dat dit. Dus... Ja, maar hoeveel welke nodig dan? Nog meer. Nou. Met een andere minigame mag je, kan je ook doen, maar het is allemaal pinball. Basically. Dan zien we dat in de volgende aflevering, denk ik, hè? Ja, ik vind het prima. Ja. Oké, mensen bedankt voor het kijken naar dit video. Oh, ik wil nog. Oh, nog meer fucking pinball. Dat is een andere pinball. Nou, sluit me af. Oké. Druk op duimpje omhoog. Laat weten of je meer wilt zien van Sonic Adventures. En dan zien we jou in de volgende aflevering van dit. Of Super Mario Sunshine. Of iets anders. Habbo. Nee, dat is jouw kanaal. Of misschien wel Lego Island 2. Want dat wou Ronald ook zien. Ja, maar die laadschermen zijn zo irritant, man. Knip je die eruit? Nee, tuurlijk niet. Dan wordt dit video 2 minuten. Nee, je hebt het gewoon niet 2 minuten uit. Nee, maar die laadschermen. Nee, dat is nooit van iets anders, dus laat weten in de reacties. En dan spelen we verder met jou. Oh god. Ik bedoel, met een spel. Doei! Doei! Dus, ik doe het nu wel goed, ja! Yeah.